Dag mensen, vandaag is echt een bijzondere dag. Want ik ga straks naar Amsterdam. En een vriend van mij, hij woont in Californië. En hij doet vandaag een Europa-trip. En hij is vandaag dus in Amsterdam. Dus dan ga ik hem even meeten. Maar mijn Engels is zo fucked up. Dus ik weet niet hoe ik met hem ga communiceren. Ik ben nu even met Angelique aan het lopen. De post gaan halen. Angie! Ik ga weg. Tfoe. Angie, kom. Kijk, deze hond let nooit op je. Kom, Angie. Yo, Angie. Yo, yo, Angie. Oi, Angie. Yo, yo, Angie. What, Angie. What, Angie. Zo boos gelijk. Boos. Ah, voedsel. Angie. Voedsel, Angie. Voedsel en die voedsel. Ja, ik ga altijd eigen wel weg. Want ik lust dat niet. Dus ik heb me opgemaakt. En ik heb dit aan. Maar de trein in Barneveld doen fucking dom. Dus ik moet nu wachten op mijn maat terug is, zodat ik naar de auto kan gaan. Ik ga nu wachten. Ze zei dat ze de 3 uur zou zijn. Het is nu 4:10. Dus ik bedoel 4:55. Altijd moeite met de klok kijken, je weet zelf. Nou, we zijn nu onderweg naar Amsterdam. Mijn lieftallige moeder is er zo lief om mij te brengen. Dus ja, het regent echt enorm. Storm. Dit is die Summer 16. Dit is die Summer 16. Oké, ik ben nu in Amsterdam Centraal. Maar ik bel dus hem heel op tijd en hij reageert gewoon niet. Of hij let niet op zijn telefoon of zo. Dus ik ben nu aan het wachten. Maar ik heb echt geen zin om lang te wachten. Als hij niet binnen een uur reageert, zo ga ik gewoon naar huis. En je hebt 20.000, hè? Huh? Yes, 20.000 subscribers. Wow. Hello people, I'm with Chris. He's from California. California. And I'm going to talk English the whole time, but my English is very bad. It's not that bad. You can't understand me, so it's good. And what's the craziest thing you have seen in Amsterdam? Probably red light district. I saw a Snapchat and he said prostitution is legal here, lol. Crazy. Last year I said to Chris that I lived in Netherlands and he didn't even know where Netherlands was. And now you are in Amsterdam. I know, it's crazy. This is a catfish show. We need some Henny. We're going to order a Hennessy. Week. Where's the coffee? So we're now in the club lounge. I don't really know what this is. Oh, my English is so bad. What is this? Club lounge. What do you want to do here? I want to club lounging. When you said club lounge, I thought it was a disco or something. Yeah, me too. I thought it was different. I've never been here. What the fuck is this? We are lost, and this nigger is putting the blame on me. It's her fault. I'm just playing. Just because I'm blacker. Darker, I mean. Oh, you're blacker. We're lost in the hotel. He only want to get his jacket, but it's warm outside. And why you have jacket? Because it was raining on my in my city. Okay, where do we need to go? 4. Oh my god, it doesn't work. Here. You need to put your card in there. There. Ah, there.
nigga missing and I would be like a gippin. You can catch me in the kitchen, bitch. I wanna ride, I wanna swear about it. Funny, looking funny. You know the song, not looking. What's the song at? It's Lil Yachty. It's the best song. I think Lil Yachty. Do you know that song from Lil Yachty with Kylie Jenner? It's so bad. I don't think I heard it that one. Beautiful day, isn't it? Oh. You know this one? Listen. You don't know this song? No. Oh. But I know the picture of the... He goes hard on this one. He goes in on this one. Just listen, like... How does it feel to be legally in a coffee shop? Feels good. They don't have this in America. Nou, ik ben nu alweer op weg naar huis. Dag.